Dan ben ik heel blij dat wij vandaag als keynote speaker hebben een vrouw. En wat voor vrouw? Shura Nas, dames en heren. Hier is ze. Ja. Shura is het Nederlandse boegbeeld van de privacy. Zij als geen ander weet over het voetlicht te krijgen wat belangrijk is voor de privémens. En omdat ze graag mensen uitscheldt, heeft als titel genomen It's the metadata stupid. Dus wat we nog moeten vertellen natuurlijk. Shura werkt bij Privacy Company. Daar doet ze hele belangrijke dingen. Zoals bijvoorbeeld zorgen dat grote bedrijven uit Amerika die met een G beginnen wel een normale stapel met voorwaarden hanteren. En ook niet onbelangrijk, ze maakt deel uit van de stichting Appeltaart. En de stichting Appeltaart zorgt ervoor dat Freedom Internet nooit verkocht zal worden. Heel belangrijk. Nou, dan laat ik jullie verder aan Shura. Geniet van de dag en tot de borrel. Dankjewel. Ja, inderdaad een beetje provocerende titel. Ik kan met die hele toespraak die ik hierna ga houden eigenlijk in één plaatje samenvatten. Metadata. Pas ervoor op. Het heet niet voor niks metaverse. Ik ga iets vertellen over welke cloud providers ik onderzoek. Mag ik dit eigenlijk in het Nederlands doen? Want als er iemand dat heel graag in het Engels wil, kan dat ook. Should I do this in English or can you understand in Dutch? All right. Wat is een DPIA? Dus waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. Een aantal concrete resultaten van de DPIA's op Microsoft en Google Office producten. En dan natuurlijk al dat geklets over Amerikaanse niet-open source producten. Toch ook, wat gaan we nou in Europa doen? Wat kunnen jullie vooral doen? Nou, ik heb 12 jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt als hoofd van het internetonderzoeksteam. Toen de AVG van kracht werd, ben ik overgestapt naar de private sector. Na 12 jaar word je ook een soort meubilair. En ik moet zeggen, mijn werkproductiviteit is echt vertienvoudigd sinds ik in de private sector zit, in vergelijking met het werktempo van de toezichthouder. Dit zijn alle DPIA's en alle cloud providers waar ik de afgelopen 3 jaar aan heb gewerkt. Zijn nog niet allemaal openbaar. Een deel wel op SLM Microsoft Rijk. Die doen niet alleen Microsoft, maar ook Google en Amazon Web Services. En er zijn ook nog allemaal andere inkoopcombinaties bij de overheid en bij SURF die mij ook vragen om een soort paraplu DPIA's te doen. Maar wat zijn DPIA's nou? Data Protection Impact Assessments. Ja, voor mij is het eigenlijk niet zo heel veel anders dan ik al deed bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe gewoon onderzoek met mijn collega Floor Terra. Ik spreek een aantal moderne Europese talen. Hij spreekt een heleboel machinetalen. Hij is nergens bang voor. En ik ging vroeger met hem op pad naar bedrijven. En nu ga ik met hem op pad naar bedrijven om onder de motorkap te kijken. Dat verkopen wij nu als DPIA. Dus we spelen een soort toezichthouder in dat opzicht. Wat is zo'n DPIA? Die doet een soort onderzoek naar, nou, hoe ziet dat contract eruit, die voorwaarden, de kleine lettertjes. Ik ben degene die wel al die kleine lettertjes leest. Dus als je denkt, joh, al dat gezeur over die kleine lettertjes, die hoeven jullie ook niet te lezen. Er hoeft maar één iemand zoals ik te zijn die ze wel leest. En dat doe ik met liefde. Daarnaast kijken we naar de techniek. Dus dit zijn even typische office producten. Dan heb je altijd de content, dat is het groene kluisje. Als je dat contract leest en alle publieke website uitlegt. Ah, dat groene kluisje is mega goed beschermd, let op, hier is mijn linkerhand. Terwijl die rechterhand, die haalt de hele tijd data naar zich. De metadata, jawel, de diagnostische data. Maar ondertussen blijft die goochelaar jou afleiden met de content data staat in Europa, heel goed encrypt, goed beveiligd, don't worry. Maar wij kijken je dus juist expres heel graag naar die diagnostische data. Dat zijn eigenlijk twee soorten die wij onderscheiden. Telemetriegegevens en logfiles, service generated server logfiles. Die telemetriedata, dat zijn eigenlijk een soort IT phone home pakketjes die de software op jouw computer of zelfs vanuit jouw browser de hele tijd over de schutting gooit naar het moederschip in Amerika. Hoi, ik ben een Word document aan het openen. En hoi, ik sluit hem weer. Hoi, ik geef het een nieuwe naam. Nou, enzovoort. En ik gebruik de spelling check. En ik heb al 3 keer die D vernietigd. En door een T vervangen en toch weer terug. Nou ja, enzovoort. Die kunnen wij heel goed onderscheiden.
scheiden die diagnostiek, die telemetriepakketjes van het gewone functionele verkeer. We praten met cloud computers natuurlijk, dus er moet functioneel verkeer de hele tijd heen en weer. Maar dat telemetrieverkeer is geen heen en weer verkeer. Die zegt alleen maar, bevestigt alleen maar de ontvangst. Die zegt alleen maar dank je, dank je, dank je. Maar die doet niks terug. En als ik het blokkeer, telemetrieverkeer, tenminste doe ik niet hoor, doet Floor, dan werkt de dienst nog steeds. Dus dat zijn twee goede redenen om aan te nemen dat het telemetrieverkeer is. Wat we apart kunnen herkennen. En elke handeling die je natuurlijk verricht, wordt geregistreerd in die logfiles van die cloud providers. Hoe doen wij dat nou technisch? Nou, we hebben natuurlijk drie vormen van die Office software doorgaans. Hè. Je hebt de dingen die je op je laptop kan installeren, applicaties op je smartphones. En je hebt de browser toegankelijke applicaties, de online apps. En als wij dat verkeer nou willen zien vanuit een laptop, kunnen we natuurlijk heel makkelijk het netwerkverkeer onderscheppen met een proxy. Of met Wireshark. Bij die smartphones moet Floor al wat kunstjes uithalen, omdat meestal die applicaties beschermd zijn tegen interceptie. En dan moeten we een beetje, nou ja, een trucje uithalen om te zorgen dat de applicatie onze certificaten accepteert en zegt, ja hoor, prima, je mag meekijken. En bij die online applicaties kunnen we natuurlijk helemaal niks zien, want al het verkeer wordt op die servers in Amerika gegenereerd en vastgelegd. Maar daar hebben we iets op verzonnen. De AVG helpt ons. Artikel 15 van de AVG zegt dat iedere betrokkenen inzagerecht heeft. En nou, ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen, hoi, ik ben Sjoerd Anas en ik wil graag inzage in mijn eigen gegevens. Wou je ook nog echt mijn paspoortkopie zeker weten? Heb je dat echt nodig? En dan wacht ik even tot ze antwoord geven. Meestal moet ik heel hard duwen voordat ik antwoord krijg, want ze hebben nog nooit zo'n verzoek gehad. Ja, want ik wil namelijk niet een mailtje met een antwoord, kijk maar in het service center. Nee, ik wil weten wat je over mijn website gedrag en alle metadata die je over mij hebt verzameld. En die kan ik dan heel mooi vergelijken met datgene wat we wel hebben kunnen zien in het uitgaande verkeer. En met de testscenario's die we hebben uitgevoerd. En dan verwacht ik toch dat iets van die testscenario's terug te zien zou moeten zijn in die logfiles. Nou, dan schrijven we zo'n DPA-rapport en dat bestaat uit vier delen, A, B, C, D. A is eigenlijk de feitelijke bevindingen, dus dan schrijven we precies op wat hebben we nou precies aangetroffen en wat staat er nou precies in die kleine lettertjes. Bij deel B gaan we dat beoordelen. Mag dat eigenlijk allemaal wel? Hebben we een grondslag? Is het proportioneel? Verwerk je bijzondere persoonsgegevens? Nou, schrijven we allemaal uit. Dan komt een deel risico's en risico's zal ik zo iets meer over vertellen, maar dat is iets anders dan cyberrisico's. Dat zijn dataprotectierisico's en dat is een soort aparte klasse. Daar zal ik iets meer over vertellen. En als laatste maatregel. Ons doel, als we zo'n traject ingaan met zo'n cloud provider, is dat we zeggen, joh, aan het begin, als wij voor het eerst die analyse doen, komen we heel veel hoge risico's tegen, gewoon omdat je dingen bent vergeten uit te leggen, vergeten op te schrijven, vergeten dicht te zetten. Nou, maar als je nou goed meewerkt, als je nou goed je best doet, dan kunnen we aan het eind opschrijven dat er maatregelen zijn om al die hoge risico's te mitigeren. En die hoeven ook niet morgen af te zijn. Wij snappen ook wel dat het ontwikkelen van nieuwe tools tijd kost. Maar ik wil wel een belofte op het hoogste bestuursniveau dat het binnen afzienbare tijd gerepareerd gaat worden. En dan komt er een heel blij rapport. De hoofdvragen die ik stel, ik ga ze niet allemaal behandelen hoor, maar eigenlijk bestaat zo'n DPA uit 8 hoofdvragen. En de eerste is natuurlijk voor veel Amerikaanse bedrijven al een hele moeilijke hoorde. Zijn het persoonsgegevens zoals wij dat bedoelen in de AVG? Nou, ja. En dat kost mij best wel veel tijd om dat nog steeds uit te leggen. Dat ook unieke nummers, die volgens die Amerikanen gewoon systeemdata zijn, totaal niet interessant, hoort toch niet onder de personally identifiable information. Jawel, dat zijn persoonsgegevens. En het begrip persoonsgegevens is zo breed dat elke handeling die gekoppeld is aan dat unieke nummer ook een persoonsgegeven is. Nou, daar zijn we dan vrij lang over in gesprek. En dan is het kernwoord pseudonymisering. En Amerikanen kennen dat begrip eigenlijk niet zo goed. En anonymization kennen ze ook niet zo goed. Ze gebruiken bij voorkeur het woord dehydrated data of de-identified data. En dan zeg ik, ja, maar dat matcht niet met de definities die wij hanteren in Europa. Daar moeten we nog even over doorpraten. Dus wat er meestal gebeurt, is dat die data opgeslagen worden in één centrale database. En dat wordt heel lang bewaard. En Microsoft noemt dat Cosmos database. Vind ik echt prachtig.
En maar volhouden dat het verder niet relevant of persoonlijk bedoeld is. Maar ze kunnen er wel alle nieuwe tools mee ontwikkelen. En hashing helpt dus niet. Hè? Dat is ook, dat gebeurt natuurlijk wel vaak. Dat ik dan te horen krijg, joh, hebben de data gehashed. Dus niemand kan bij die hashformule. Dus dat is dan toch anoniem. Nee. Want je kan nog steeds bij elke nieuwe handeling kun je het met diezelfde hash eraan vastritsen en dus er ook weer uittillen. Dus dat helpt niet. Dit is eigenlijk een beetje de kern van mijn al mijn onderhandelingen die ik nu voer met al die cloud providers. En dat is het misverstand dat het alleen over die content data zou gaan, hè, dat groene kluisje. En dan zeg ik, nee, het gaat om veel meer data en die staan allemaal niet in die verwerkersovereenkomst, niet in die privacybeloftes van je. En dat begint natuurlijk met de contact- en accountdata. En dat zijn eigenlijk twee soorten data. Je moet als beheerder vaak een account aanmaken bij AWS of bij SAP of bij IBM. Als beheerder van je VM'tjes en je databases moet je een account aanmaken. En dan zeggen ze, nee, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Huh? Sorry, maar ik verplicht toch mijn werknemers om daar een account aan te maken. Dan moet dat toch onder mijn privacyafspraken vallen. En ze hebben een stukje dat ze natuurlijk commerciële relaties aanknopen met de inkopers van je organisatie. Nou, daar ben ik wat soepeler over, want natuurlijk mag een bedrijf best commerciële contacten onderhouden met commerciële inkopers. Belangrijke diagnostische data heb ik net verteld, hè, die twee soorten, die vallen ook nooit onder het contract. En dan heb je de website data. Heel vaak bij dit soort cloud providers moet je inloggen op een website om een support ticket in te dienen of om een voorwaarden te lezen of om support teksten te kunnen lezen of gewoon om voor het beheer van je VM of je database moet je inloggen. Nou, daar kunnen allerlei cookies worden gebruikt en ander onheil om je te volgen en dat wordt allemaal geregistreerd in webserver access logs en dan beginnen ze heel erg moeilijk te kijken als ik zeg dat zijn ook persoonsgegevens, daar wil ik ook inzage in. Nou, en die supportdata ook, die vallen er meestal buiten. En dan als laatste, de vijfde categorie zijn de andere mensen waarmee je praat eigenlijk. En dan zeg ik, ja, als ik als overheid, hè, centrale overheid, mag ik dan onderhandelen, een contract onderhandel over privacyvoorwaarden. En burgers moeten met mijn spullenboel praten. Stel, ik ben ook FG van het juridisch loket, wij organiseren videospreekuren via Teams. Dus dan praat je als burger met de overheid met je consumentenaccountje in Teams. En dan zou jouw deel van het gesprek, dat je dus kennelijk A, niet heel veel verdient, want anders mag je niet met juridisch loket praten, en B, een ernstig juridisch probleem hebt, want anders kom je niet bij ons. Die twee gegevens vallen ineens onder de consumentenmarketingvoorwaarden van Microsoft. Nou, dat kan niet. Dus ik moet altijd uitleggen, joh, die privacy paraplu die moet zich ook uitstrekken tot iedereen die met ons praat als wij het gesprek initiëren. Nou, volgende hamvraag, wat zijn de doelen van de verwerking? Nou, ik heb hier een soort lijstje van let op doelen. Mijn favoriete is altijd als er in de voorwaarden staat research. Dan denk ik, aha, wat zouden ze bedoelen? Ik heb toen ik bij de AP werkte meegemaakt dat Facebook research deed op jonge kinderen door de volgorde van de nieuwsfeed te veranderen om te kijken of ze kinderen depressief konden maken of juist wat blijer konden stemmen. Nou, dat type research willen we niet met onze data. En ook purposes for which we seek your consent. Ja, we hebben hier een limitatief lijstje doelen en daar is de deur waardoor alle nieuwe doelen naar binnen komen. Dat willen we ook niet. Nou, zo zijn er een aantal pas-op doelen die veel te breed zijn. Een voorbeeldje uit de algemene privacyvoorwaarden van Google. We use cookies for many purposes. Dank u wel. Heel duidelijk. Other purposes not covered in this privacy policy. We vragen hier om toestemming. Nou, dat zijn onafgebakende doelen. Dan denk je, nou, 33... Dat is veel, maar als je een Chrome-browser gebruikt, komen er nog wat doelen bij of een Chromebook. Bijvoorbeeld dat ze altijd je locatiegegevens gebruiken als je Google Search gebruikt, wat toch de meeste mensen wel doen. En ook deze vind ik ook heel interessant. Field trials. Zeg, hoe word ik straks gefield trialed? Ja, is dat hele onschuldige AB-testing of mijn device wel compatible is met jouw design? Of word ik positief of depressief gestemd door de manier waarop je mij dingen in de browser of op mijn Chromebook laat zien. Nou, en het volgende risico is, dat is echt wel heel juridisch, maar dat is ook een kernstruikelblok in die onderhandelingen met die cloud providers. De rol van een verwerker of een verantwoordelijke. En
In de privacywet geldt dat als je een verwerker bent, dan ben je een soort bediende. En als ik jou om koffie vraag, mag je echt alleen maar koffie komen brengen. En niet zeggen, ik heb jou in de gaten gehouden. Volgens mij heb jij een beetje te veel koffie op. Ik ga jou groene thee geven. Dat mag dus niet als verwerker. Als verwerker moet je aan de instructies houden van de verantwoordelijke. Dus die legt al het gewicht in de schaal. De definitie is diegene die beslist over de doelen en de middelen. Wat is nou het probleem? Al die grote Amerikaanse cloud providers die beschouwen zich als zelfstandige verantwoordelijke. Terwijl ik mijn data daarin stop in dat groene kluisje. En onverbrekelijk leidt dat, is daarmee verbonden en leidt dat tot de verwerking van die vier andere soorten data in dat plaatje die ik liet zien. Hè? De support, de diagnostic en de website en de account data. Maar als ik dat dan uitleg, dan zeg je, joh, maar je kan dat niet zeggen dat je zelfstandig verantwoordelijk bent. Want omdat die twee zo onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Ja, en daar heeft de AVG ook een regel voor. Die zegt in artikel 26, dan moet je een gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomst opstellen. En ik waarschuw maar vast, die wordt drie keer zo gedetailleerd als de verwerkersovereenkomst, waar wij best wel snel over eens kunnen worden. Nou, dat is een heel gedoe om dat uitgelegd te krijgen. En het probleem is natuurlijk, als je gezamenlijk verantwoordelijk bent en die zelfstandige verantwoordelijke cloud provider die zegt, ik beroep me op de grondslag van bijvoorbeeld contract. Dan zeg ik, ja, maar jij hebt geen contract met mijn medewerkers. Je hebt een commercieel contract met mij als overheidsinstelling of als universiteit, maar niet met die medewerkers. Dus jij mag je helemaal niet op contract beroepen. En bij gezamenlijke verantwoordelijkheid moet je allebei een grondslag hebben. Dus nou, zo lopen we al die grondslagen af en dan kom je dus nergens uit. Ik hou het even kort. Wat er natuurlijk wel mag, heel belangrijk, hè, zo'n cloud provider is ook gewoon een commercieel bedrijf. Dus die moeten ook bepaalde soorten gegevens wel zelfstandig kunnen verwerken. Rekeningen sturen bijvoorbeeld. Dat kunnen ze nooit in mijn opdracht doen, want dan trek ik de opdracht in en dan zeg ik nee, dat mag niet. Dus, en ook fraudebestrijding en licentiecontrole, al dat soort dingen. Maar dat moeten we ook wel even apart afspreken. Dat ze niet al mijn inhoudelijke gegevens gebruiken onder het motto ja, factuurtje sturen. Nee, we gaan maar heel precies afspreken. Wat mag je met mijn persoonsgegevens doen? Liefst geaggregeerd en alleen als het strikt noodzakelijk is. En ik kom het ook nog bij je controleren. Belangrijke. Artikel 48 van de AVG zal jullie niks zeggen, maar daar staat in, je mag geen gegevens overhandigen aan derde landen, tenzij er een wederzijds rechtshulpverdrag is. Nou, dat hebben we niet met Amerika. Dus ik kan niet zeggen tegen zo'n cloud provider, als jij een vordering krijgt uit Amerika, dan geef ik jou opdracht om mijn wet te overtreden. Nee, dan zijn ze zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk als ze dat toch doen. Als ze dus mij niet dat verzoek of die vordering door mogen spelen, omdat ze een zwijgplicht hebben gekregen. Wat zijn nou die risico's van die doorgifte naar de Verenigde Staten? Dat ga ik vrij kort doen, maar het belangrijkste is weer die goocheltruc. Ja, je data staan in Europa, niks aan de hand en we versleutelen ze ook. Maar het geldt alleen voor die opgeslagen data aan de rechterkant. Al die diagnostische data, al die authentication services, dus je Azure AD en je Google Identity, dat wordt allemaal centraal in een Amerikaans woordenboekje verwerkt. En ook je support en website data. Support is vaak wereldwijd natuurlijk, maar ook in Amerika en ook die website. Al die data gaan rechtstreeks naar de Verenigde Staten. En dat moet je allemaal nog regelen, want dat hebben zij niet gezien in die contracten. Nou, dit is dus ons. Je kunt zeggen, er zijn drie aanvalsvectoren bij het gebruik van een cloud provider in het algemeen. Je hebt de Rogue System Administrator, dat is die hoodie. Dan heb je de Hostile State Actor, dat is de koning. En de Gagging Order, dat zijn de drie risico's, dus de vorderingen door law enforcement waar je gehoor aan moet geven, waar ze je niks over mogen vertellen. Dat zijn geen theoretische risico's, dat gebeurt ook echt. Hè. Een voorbeeldje om maar Twitter te noemen, maar dit gebeurt natuurlijk veel vaker, dat medewerkers worden omgekocht om toch toegang te geven tot data. Dit is dan een voorbeeldje over Twitter. Het hoogste Europese Hof van Justitie heeft natuurlijk Max Schrems gelijk gegeven voor de derde keer.
dat het surveillance regime in de Verenigde Staten onaanvaardbare risico's met zich brengt. Omdat Europeanen ook geen standing hebben in Amerika. Als je eenmaal in dat vangnet belandt, dan kun je je ook niet meer verweren. Want je bent een alien zonder rechten in Amerika. En de ombudsman die ze daartussen gevoezeld hebben om toezicht te houden, is bij lange na niet onafhankelijk genoeg om jouw rechten te respecteren naar Europese normen. En dan komt er nog iets bij over die gagging orders. Dit is wel heel dapper van Brad Smith van Microsoft. Die heeft een artikel geschreven, een opiniestuk in de Washington Post, dat het aantal gagging orders echt volkomen uit de hand aan het lopen is. Duizenden per week. Dat zal meestal over consumentenaccounts gaan, maar dat zegt hij er niet bij. En hij noemt ook in een zin in dat artikel dat met name bedrijven en overheden in Europa zich enorme zorgen hierover maken. Dus hij sluit het ook niet uit. Maar dit is al vrij dapper dat hij dat durft te zeggen, want die zwijgplichten zijn echt heel heftig in de VS. Nou, ik schrijf eentje terug. Waar kijken we nou naar risico's voor betrokkenen? Onmogelijkheid om je dataprotectierechten uit te oefenen, dus geen inzage krijgen. En dat staat eigenlijk aan de wortel van al die privacyrechten. Als jij niet kan zien wat er over je wordt verwerkt, kun je ook geen bezwaar maken of overstappen naar een andere club, omdat het je niet bevalt. Nou, discriminatie, identiteitsdiefstal, je kan je dit allemaal voorstellen. Maar je moet dat over drie assen zien. Dat kan om fysieke schade gaan, hè. Het kan om materiële en om immateriële schade gaan. En uiteindelijk plotten we dat in een matrix. En anders dan een cybersecurity assessment kom je bijvoorbeeld met zo'n risico als geen inzage verlenen. Kom je meteen rechtsboven in de hoogste risicocategorie, want het gebeurt, hè, dus de kans is 100%. En het is een fundamenteel schadepunt dat je geen inzage krijgt. Dus dat is altijd een hoog risico onder de AVG. Nou, hoe ging dat dan in de praktijk met Microsoft en Google? Heel veel in het nieuws. Toen wij begonnen, overheid mocht geen Microsoft meer gebruiken. Privacy risico's bij Google G Suite. Dit is mijn favoriete artikel. The Dutch cheesed off at Microsoft. Ik ben altijd heel trots als iets van mij in de Register komt. Dat is soort mijn lievelingspublicatie op internet. Ze maken altijd zulke mooie koppen. Hoe kwam dat nou? In november 2018 had ik mijn eerste rapport af over de Office Pro Plus, dus de geïnstalleerde Office-versie op de laptopjes van de overheid. En daaruit bleek dat die telemetrieverzameling. Ik had toen ik mijn laatste onderzoek bij de AP ging over Windows 10 telemetrie van consumentenlaptopjes. En toen zei ik, daar wordt extreem veel telemetrie verzameld. Nou, hadden we een heel rapport. En toen belde het ministerie van Justitie van, joh, kun je ook niet eens naar Office kijken nu je toch bij Privacy Company werkt? Nou, leuk. En dat bleek op een nog veel grotere schaal te gebeuren dan bij Windows, namelijk 23.000 tot 25.000 soorten telemetrie-events met elk tot wel 100 velden informatie. Dus echt heel veel informatie, dynamisch, 20 tot 30 teams bij Microsoft die daarmee werken. Dus enorme ophef leidde dat rapport. En waarom? Vooral omdat er ook inhoud zat in die telemetrie. Want inmiddels, en dat wisten de meeste mensen niet, jullie natuurlijk wel, maar inmiddels was die spellingchecker en die vertaalfunctie in Word was een clouddienst geworden. En dat was eigenlijk heel stiekem in stilletjes gegaan. En het is nog steeds bij bijvoorbeeld Google echt ongelooflijk moeilijk om het verschil te zien tussen je lokale spellingchecker op je eigen laptopje en de cloud spellingchecker. Maar als onderdeel van die telemetrie gingen dus allemaal stukjes inhoud over de lijn, over die telemetrie. Niet functioneel om de spelling te checken, maar gewoon extra laagje informatie eroverheen. En als je een keer een spellingcheck in je leven hebt gebruikt, dan zie je dat hij ook in zo'n brief bijvoorbeeld heeft hij dan met 10 regels 5 rode kringeltjes. Hè? Maar dan moet hij de zin ervoor en daarna moet hij ook meesturen om de context te begrijpen. Dus eigenlijk gaat de hele inhoud van je briefje naar Amerika via die telemetrie. Dat leidde tot enorme ophef. Je kunt je voorstellen, zelfs de kabinetsnotulen worden getikt in Microsoft Word. Dus die gingen integraal naar de Verenigde Staten voordat ze, zeg maar, zelfs de partijleden waren geïnformeerd over wat er nu weer bedisseld was door het kabinet. Kamervragen, ook het ministerie van Algemene Zaken hing ongerust aan de telefoon. Betekent dat ook alle mailtjes van Amalia in de Verenigde Staten belanden? Dat is ook niet helemaal de bedoeling.
Nou, en toen ging Satya Nadella overstag. Heel trots, politico, belangrijke e-sign in Amerika, omdat het gelezen wordt door veel tech-mensen. Beloofde, nee, naar aanleiding van dat vervelende ministerie van Justitie in Nederland gaan we Office wereldwijd aanpassen. Nou, wat deden ze dan? En toen kwam ook de EDPS, dat is de toezichthouder op de Europese instelling, kwam nog eventjes er tussendoor. En die zei, ja, wat ze daar in Nederland doen, wacht eens even. Het Europees Parlement en de Europese Commissie gebruiken ook allemaal Microsoft Office. Dat kunnen we niet voorbij laten gaan. Dus die kondigde ook een onderzoek aan. We need to talk about terms and conditions. Kijk, dat, dat is nou goede taal van een toezichthouder. Nou, ik mocht mee naar Seattle in de lente van 2019... onderhandelen met die delegatie van justitie met Microsoft. Ja, het was nog niet goed genoeg. Dus er moest nog wel ietsje meer verbeterd worden. Het was heel grappig, want Microsoft beschouwde mij inmiddels als aartsvijand nummer 1. Ik was niet welkom op de Microsoft campus. Vond justitie helemaal geen probleem. Toen hebben we een heel chique hotel aan het water gehuurd. Onze eigen vergaderzaal, wij met uitzicht op zee en de Microsoft-mannen naar de dode muur. Ja, dan krijg je dat. Als je onaardig doet, doen wij dat ook. Nou, waar ging het nou over? Die Microsoft-producten, onderzoeken we elke keer een paar van die kernproducten. Word en Excel en PowerPoint. Die zijn verbonden natuurlijk met SharePoint en OneDrive en de Azure AD en Exchange Online, de mailserver. Maar die hebben ook wat Microsoft dan noemt connected experiences. Dat zijn die mini-cloud-diensten die eigenlijk ingebakken zitten in al die Microsoft-producten. En dan heb je ook die drie platforms. Dus geïnstalleerd via de browser en als mobiele apps. Wat hadden wij nou bereikt in Seattle? Specifiek de garanties voor al die persoonsgegevens. Doelbeperking tot 3 hele strakke doelen. Effectieve auditrechten. De eerste auditrapporten staan al online. En als Amerikanen, als Microsoft het woord anonimisering gebruikt, dan moesten ze dat ook echt doen volgens de WP29-richtlijn. Dus echt onherleidbaar en onlinkbaar. Nou, en dat leidde ook tot wereldwijde technische verbeteringen, want wij vonden dat er nog wat misging onder de motorkap. Er moest publieke documentatie komen over die telemetrie en we wilden al die clouddiensten in die verwerkersrol, dus ook alleen maar voor die 3 doelen. En nou, dat is allemaal gelukt en jullie hebben allemaal toegang tot een dingetje op als je Windows 10 gebruikt, dat heet Diagnostic Data Viewer. Het is gewoon een gratis appje van Microsoft waarmee je al dat telemetrieverkeer van al die Office applicaties en al die andere online applicaties kunt zien. Dus dat is heel mooi, want er hoeft maar 1 van jullie een keertje goed te kijken en mij een tip te geven en dan leidt het tot maatregelen, zullen we maar zeggen. Na al dit gedoe en controles heeft Microsoft opnieuw wereldwijd online voorwaarden aangescherpt. En een mooie belofte, we gaan jouw data nooit gebruiken voor advertising proof. En dat hadden wij onderhandeld, omdat de Tweede Kamer zei, ja wacht eens even, Cambridge Analytica. We willen 1 ding dat je bereikt bij Microsoft, nooit data voor advertising en profiling en big data analytics. Nou, dat heeft Microsoft volgens wereldwijd doorgevoerd. En toen hebben we nog een keer gecontroleerd. En nu specifiek op die mobiele apps en online. Dat ging weer niet helemaal goed. Weer verkeer naar derde partijen. En nu heeft Microsoft beloofd, joh, uiterlijk eind 2022 hebben we een echte Europese datacloud waarin al die data in Europa blijven. Nou, dat is heel belangrijk voor die risico-inschatting van doorgifte naar Amerika. Dat er dus op termijn een, wat dat betreft, echt Europese Microsoft cloud komt. En ze hebben nog iets heel leuks gedaan. Ze hebben een contractuele belofte gedaan. Oké, we weten, we mogen jullie niet vertellen als we een gagging order krijgen. Maar we gaan jullie wel een schadevergoeding betalen. Dus we zeggen niks, maar op je bankrekening zie je ineens een heel raar bedrag van Microsoft. En dan hebben we niet onze geheimhouding geschonden. Nou, Microsoft hoopt dat dat voldoende contractuele druk is. Dat ze minder gagging orders voor die enterprise klanten krijgen. Ik vind het echt een hele slimme juridische vondst. Google ging nog stroever dan Microsoft, kan ik je vertellen. Nou, enorm pakket diensten natuurlijk. Dat heette vroeger G Suite, dat heet nu Google Workspace. Al die platforms, al die additional services, features, feedback. Nou, dit is het hele rijtje additional services. Daar hebben we er uiteindelijk 5 van gekozen om te onderzoeken. Want het hele pakket diensten van Google is echt onmogelijk te onderzoeken. En het hoofdprobleem is,
Hetzelfde als bij Microsoft aan het begin van de onderhandelingen. Google beschouwt zichzelf als zelfstandige verantwoordelijke. In de eerste plaats voor al die additional services die we allemaal zo graag gebruiken. Search en YouTube en zo. En voor het Chromebook en de Chrome browser. Verwerkte dat dus voor al die 33 doelen uit die algemene verklaring die ik net liet zien. We use cookies for many purposes. Yes. Daar viel ook onder toen we doorvroegen dat Google vond dat ze het voor elk verder doel mochten verwerken waar ze zelf zin in hadden. Totaal gebrek aan transparantie. Google publiceerde helemaal niets, geen letter over het bestaan van telemetrie. En de cloud server logs die je als admin kan zien, die zijn prachtig, maar die zijn niet volledig. Vage doelen is niet per se mijn mening. Ook de Franse toezichthouder die vond dat Google buitengewoon vage doelen had. En die heeft daar al 50 miljoen euro boete voor gekregen. Dat punt kregen we vrij snel van tafel, dat er iets aan die doelen moest gebeuren. Dat helpt als de toezichthouder doen. Toch kwamen in juli 2020, was het eerste rapport af, op 11 hoge en 3 lage risico's. 7 maanden onderhandelen, duwen, trekken, duwen, trekken. Ondertussen deed Google 2 kleine toezeggingen. Een nieuw aparte privacyverklaring speciaal voor die diagnostische gegevens met 17 doelen. Best wel veel. En een Workspace Data Protection Implementation Guide. Op zich een mooie handleiding met allemaal adviezen hoe je de foute standaardinstellingen kan veranderen naar ietsje privacyvriendelijker. Heel goed uitgelegd, maar toch net niet waar wij op hoopten. Dus toen waren er 8 hoge en 3 laag risico's. En toen? Want ik deed inmiddels die opdracht voor zowel de universiteiten en de alle scholen in Nederland als voor het Rijk. Nou, het Rijk gebruikt allemaal Microsoft, hartstikke simpel. Dus die konden best wel naar de toezichthouder zeggen, ja, wat moeten we nou met Google, want we gebruiken het nog niet. Maar voor die scholen was het doodeng toen wij besloten, ja, dan moet je van de wet naar de toezichthouder advies vragen. Als je die hoge risico's niet opgelost krijgt uit een DPIA. Nou, dat soort kanonskogel, die hebben we toch maar afgevuurd. Nou, de scholen namen het ons niet erg in dank af, want per kerende post ongeveer, nou ja, niet helemaal, duurt altijd even bij de toezichthouder, kregen we als antwoord, stop er maar mee bij de scholen. Nou, je kunt je voorstellen, na 1,5 jaar pandemie, de systeembeheerders van die scholen, voor zover die al een eigen beheerder hebben, want meestal is dat collectief, sloegen volkomen op tilt. Hoe kun je in 1,5 maand tijd in je zomervakantie overschakelen op een nieuw, op nieuwe software, productivity software? Nou, dus paniek. Maar goed, het was wel, de AP had gelukkig ook wel het zinnetje van, ja, zoals het er nu uitziet bij Google, mag het gewoon niet. En omdat we dat allemaal in het Engels deden, begon Google zich ook te realiseren, joh, dan mag het dus eigenlijk in heel Europa niet. Oei. Nou, Google eerste PR-offensief is altijd geweldige samenwerking. Gaat heel goed. We hebben alles opgelost. Kijk, we hebben alles opgelost. Er is helemaal niks aan de hand met Workspace. Ze vergissen zich daar in Nederland. En de scholen gooiden ook nog een duit in het zakje. We gaan echt niet stoppen met Google omdat jullie dat vinden. Echt no way. We hebben helemaal geen alternatief. Toen begon het FD erover te schrijven in het Engels. De AP zegt tegen de scholen, kap er maar mee met Google. Nou, op het laatste moment, en ik kan je vertellen, het was echt woensdagochtend 7 uur. In de allerlaatste onderhandeling met Google. En de minister zat klaar met een witte brief en een zwarte brief. Met witte rook en zwarte rook van de dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Witte rook is, ja oké, we gaan eruit komen met Google. Zwarte rook, nou helaas, u heeft nog 1 maand de tijd om naar nieuwe software om te zien. Gelukt. Nou, dat hebben we echt. Dat waren spannende gesprekken. Update rapport, alle hoge risico's. Toch op het laatste moment maatregelen aangekondigd door toch verwerker te worden. En door toch ook voor de Chromebooks en de Chrome browser een verbeterplan in te zetten om daar verwerker voor te worden. Heel mooi ondersteuningspakket van SURF, de inkoopcombinatie van de universiteiten. En SIVON, de inkoopcombinatie voor de scholen. Met tips en trucs hoe je nu al door kan gaan terwijl Google nog aan het verbeteren is. Google heeft ook iets moois aangekondigd in die doorgifte ophef van, die gaan ook een soort eigen sleuteldienst aanbieden, waarbij je dus zelf de sleutel beheert in plaats van dat Google die voor je beheert. En dat zou ook een oplossing kunnen zijn voor doorgifte naar Amerika, maar die hebben wij nog niet kunnen testen. Dus hoe het precies werkt, kan ik je nog niet zeggen. Nou, ik ben bijna aan het slot hoor, maar
We hebben DPIA's gepubliceerd op een heleboel verschillende Office-producten. Windows, Intune en heel erg leuk. Ik heb natuurlijk vroeger bij Bits of Freedom gewerkt, bij Access for All. Toen kreeg ik aan de AIVD aan de telefoon. Nou, het eerste is dat ik altijd een lichte hartverzakking krijg als iemand zegt, ha, ik bel van de AIVD. Oké, mag ik je even terugbellen? Wat is het officiële nummer van de AIVD? Die vroegen, wil je niet voor ons onderzoek doen naar double key encryption? Want jij en Floor, die besnappen tenminste een beetje hoe dat werkt. En Microsoft heeft ook zo'n dienst met je eigen sleuteldingen versleutelen. Nou, dat vond ik echt prachtig. En nog mooier, de AIVD vond het ook goed dat we het rapportje publiceerden. Dus doe daar je voordeel mee. We doen allerlei technische verificatierapporten. Alles bij Microsoft heet tegenwoordig Defender. Wij wachten echt op de aankondiging dat Word omgedoopt wordt in Defender voor tekst. We worden echt helemaal gek van. Je maakt een offerte voor ATP en EOP. En een half jaar later heet alles Defender. Maar goed, we zijn nog bezig voor het Rijk met zo'nzelfde update rapport. Want die willen ook de Google Cloud diensten erin hebben. En er komen allemaal prachtige DPIA's aan over de Chrome browser, over AWS, Zoom, Oracle. Een deel is al af, maar zit nog net in het laatste stukje onderhandelingen. Zodat we er een net iets aardiger rapport van kunnen maken. Als ze toch een beetje inschikken. Allemaal prachtig. Leuk, SAP zit er ook bij, vind ik heel grappig. Dat is de enige Europese cloud-dienstprovider, SAP. Die hebben we dan een on-premise oplossing getest, maar die gaan natuurlijk ook steeds meer naar de cloud. Ik heb jullie helemaal de oren van het lijf gekletst over cloud providers. Eigenlijk zitten jullie natuurlijk voor goede open source software, liefst ook van Europese makelij te werken. Wij kunnen best wel wat regelen vanuit de centrale inkooprol van het Rijk en SURF. Kunnen we best wel een beetje duwen op die cloud providers. Maar er is eigenlijk geen Europees open source alternatief in beeld. Niet voor de overheid en niet voor de universiteiten. Er komt nu een nieuwe EDPB, dat is het samenwerkingsverband van alle Europese toezichthouders, taskforce aan naar cloud services. Ik vermoed dat dat hetzelfde onderzoek is waar de EDPS al aan is begonnen, namelijk Microsoft Azure en AWS, dus weer die enterprise diensten. Consumenten blijven, ja, die worden eigenlijk nu helemaal niet beschermd bij die cloud providers. We zijn extreem afhankelijk van een aantal van die grote hyperscalers, zeker als het om productivity software gaat. Er was wel leuk, vorige week hoorde ik van de ACM, de toezichthouder, onder andere de mededingingstoezichthouder, die gaat nu ook een onderzoek starten naar cloud services vanuit mededingingsperspectief. En ik hoop dat daar meer druk komt, want vanuit privacywetgeving, vanuit die inkooprol kunnen we wel een aantal dingen bereiken, maar niet die griezelige afhankelijkheid oplossen van die hyperscalers. En dan komt er nog een EU Data Governance Act aan. Die wordt voor het eind van het jaar vastgesteld, zoals het er nu naar uitziet. Parlement en de Raad van Ministers zijn het eigenlijk al met elkaar eens. Dus die trialoog wordt elk moment afgerond. En dan ontstaat er iets, dat noemen ze data spaces. Kennen jullie dat? Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nou, dat wordt een heel groot ding in de publieke sector. Er zijn al een aantal ziekenhuizen in Nederland mee bezig. En dat ze willen heel graag dat die data vrijer gedeeld kunnen worden voor innovatie. Maar je voelt ook het risico. Gaan we dat straks allemaal in die hyperscalers onderbrengen? Hè? Dat is toch niet de bedoeling. En die Data Act die gaat over het gebruik en het hergebruik van data. En dat kan deels gaat het over gewoon bedrijfsgegevens, maar ook over allerlei persoonsgegevens die hergebruikt en meer dataportabiliteit. Zie daar nog niet echt een overkoepelend strategisch denken in die act van hoe gaan we dat nou Europees beter doen. Gaia-X is natuurlijk een poging van de Duitse en de Franse overheid. En Olaf Kolkman en André Robaczewski hebben net gisteren een prachtig rapport gepubliceerd. Kan ik jullie echt aanraden, een impact assessment van de architectuur van Gaia-X voor de internetfunctionaliteit. En zij zijn eigenlijk best wel positief. Dat Gaia-X best wel zou kunnen helpen. Dus ze zien geen beletselen in de architectuuropzet van Gaia-X. Behalve dan wie er lid worden van het bestuur van Gaia-X. Dat is nog niet helemaal lekker geregeld. Daar is hij al, Palantir.
Alibaba, Huawei, dus Microsoft, Google. Ik kan nog wel even doorgaan. Dus daar, dan hebben we iets bedacht. En aan de ene kant kun je zeggen, nou, daar moet je ook een beetje bang voor zijn. Als, stel nou dat de Europese Commissie gaat besluiten dat we alleen nog maar in Gaia X publieke sector data mag ontbrengen. Dat is ook niet goed voor de innovatie. Maar dan hebben we iets moois bedacht, Gaia X, en dan zetten we de poorten zodanig open naar partijen waar je best wel een beetje wantrouwen over mag hebben, dat ik me afvraag, wordt dit nou de goede oplossing? De KNIL, de Franse toezichthouder, gaat nog een stap verder. Die hebben geëist dat voor de Health Data Hub, dat is zeg maar hun nationale gezondheidsgegevensplatform, alleen nog maar een exclusief Franse provider gebruikt mag worden. Dus daar hebben Capgemini en Orange samen een soort, ik mag het zo niet noemen, zegt Floor, maar jullie snappen het vast wel, een soort Azure Stack hebben ze gebouwd. Dus een soort lokale Azure variant die puur onder Frans beheer valt. Dat is ook niet mijn hoopvolle toekomstbeeld, dat we straks 27 nationale cloudjes gaan krijgen in Europa. Omdat dat nou eenmaal moet van die privacy toezichthouders. Nou, mijn laatste. Ik heb heel vaak gehoord van die grote cloud providers, joh, wij zijn een soort cruise ships. Je kan niet vragen voor Nederland, jij bent dit, wij zijn dit. He, je kan niet vragen dat wij voor Nederland een wijzigingetje in onze koers aanbrengen. Dat schip vaart en kost enorm veel diesel. Dus gaan we niet van koers veranderen. Zegt Buckminster Fuller terecht, joh, op die grote cruiseschepen kun je die grote roeren inderdaad helemaal niet meer handmatig aansturen. We hebben een hele kleine trim tab voor. Mini stuurtje aan dat grote stuur. En als je maar aan dat mini stuurtje draait, gaat het grote stuur draaien, gaat het schudden. En dat hebben we nu ook een paar keer gezien met die grote cloud providers. Dus, en dat kunnen jullie ook allemaal. Hè? Dus in je eigen werk, bij je eigen organisatie, denk erover na waar dat kleine stuurtje zit waar je aan kan draaien. Praat met je privacy officer, met de FG. Van de clubs waar je voor werkt en vraagt, wat voor software gebruiken jullie nu? Waar hosten jullie dat? Waarom eigenlijk? Kan het ook anders? En misschien kun je niet meteen overstappen naar andere software of je die organisatie laten overstappen. Maar je kan wel gaan onderhandelen met die clubs. En dat is eigenlijk verbazend succesvol. Dankjewel. Ik denk dat er iemand met een microfoon komt, toch? Of niet? Of hoeft het niet? Laten we dat maar doen. Ja? Tof. Ik probeer ook wel eens te kijken in de headers van mijn e-mails. En daar kom ik een woord tegen wat ik hier heb gemist. Het is Salesforce. Ja. Daar mag ik niks over zeggen. Maar watch this space, zou ik zeggen. Ja, sorry, twee vragen. Ja. Ook Apple? Nee, maar okay. Als iemand mij een opdracht wil geven, dan hou ik me aanbevolen. De tweede vraag. What about sustainability? So I'm all for the data sovereignty, and that Microsoft says, like, yeah, now you can use Microsoft in Europe, but then they're going to build this huge data center here, and that's going to use up a lot of electricity and water and land, and like use up all the renewable energy if they want to go green from all hospitals or us. What about that? Who is looking into that? Is that you or is it someone else? Yeah, good question. Fair enough. Oké. Ik ben heel erg bezorgd om het milieu en de klimaatcrisis. Maar ik kan maar één ding tegelijk. En ik vind mijn strijd tegen de cloud providers op privacygebied is nog niet gestreden. Dus, en ik wil ook iets zeggen dat ook lokale datacenters, hè, tot nu toe zit de overheid heel vaak bij SSC ICT, dat is zo'n lokale service provider, gebruikt ook heel veel stroom. Dus het, op zich is het niet zo dat een verhuizing naar een cloud service in plaats van een lokaal gehoste service per se veel meer stroom gebruikt. Dus
Ik ben wel met je eens dat het zorgwekkend is dat we niet genoeg groene energie hebben, maar dat krijg ik niet opgelost, sorry. Ja, even als reactie over de sustainability ding. Ik kwam laatst de SDIA tegen. Oké, dus dat, die lijken daar bezig mee te zijn. Mijn vraag, je hebt al die dingen onderhandeld met Microsoft en Google en die contracten zijn verbeterd, maar zijn die verbeterd voor het Rijk? Zijn die verbeterd voor alle enterprises? Zijn die verbeterd voor iedere gebruiker? Wat? Heel goed. Eindgebruikers niet, hè? Die moet ik helaas hopeloos in de steek laten. Want ik onderhandel alleen over de enterprise en de education versies. En doorgaans zeggen Microsoft en Google zeggen dan de business, hè? De MKB-varianten vallen daar ook onder. Dus wat we doen met het Rijk, als inkoper hebben we een soort voortrekkersrol. Hebben we nog net iets beter contract, maar... Wat ik zei, hè, over die cruiseschepen, als we eenmaal aan die koers hebben veranderd, dan moeten ze het ook wereldwijd verbeteren. Daarom liet ik ook zien al die technische verbeteringen en al die wijzigingen in die wereldwijd geldende online service terms, gelden gewoon wereldwijd. Want dat kunnen ze niet alleen voor Nederland veranderen. Dus wat je moet doen, is mijn tip, hè, je bent een enterprise klant, dan bel je je contactpersoon bij de verkoper van die cloud provider en zeg je: alles leuk en aardig, maar ik wil dezelfde voorwaarden als het Rijk. Ik hoef niet te weten wat erin staat, hoor, want dat is strikt geheim, vinden ze allemaal. Maar doe mij maar diezelfde voorwaarden. En je kan je ook verenigen. Hè. Je kan ik ben bijvoorbeeld benaderd door een aantal advocatenkantoren. Het werkt natuurlijk altijd beter bij die cloud providers als je op een grotere achterban kan wijzen. Dus wat let je om eens een keer het gesprek aan te gaan met VNO-NCW of met een coalitie van zorgbedrijven of met, zoals ik zei, een coalitie van advocatenkantoren die ook wel graag iets betere voorwaarden wilden hebben voor hun eigen office gebruik. Dus omdat die voorwaarden er al liggen en hun zwakke punt is dat ze het al goed kunnen, hè, volgens onze voorwaarden, dus dan mogen ze het eigenlijk ook niet meer zo slecht aanbieden als ze nu standaard gewend zijn. Dus doe er echt serieus je voordeel mee. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die krijgen een Microsoft-account van een werkgever of school. Exact. Maar als je dan probeert in te loggen daar, voordat je ingelogd bent op het school of of je werkgeversaccount, waarvan misschien je school of je werkgever een goede DPI gedaan heeft en alles netjes geregeld heeft. Voordat je ingelogd bent, dan staat er op die pagina al een in de kleine lettertjes. Op deze pagina zijn plaatsen voor cookies en zijn deze voorwaarden van toepassing. Maar dan ben je nog niet ingelogd. Dus Microsoft weet dan nog helemaal niet of jij bij onder een verwerkersovereenkomst valt. Hoe zit dat juridisch? Dat mag niet. Dat hebben wij ook wegonderhandeld. Dus voor het Rijk en voor SURF hebben we gezegd, precies dit probleem, dan kom je op dat, ik zeg even uit mijn hoofd, login.onmicrosoft.com of zo. Dat is zeg maar die standaard loginpagina. Ik weet de URL niet uit mijn hoofd. En daar mag je natuurlijk geen cookies plaatsen, want straks kom ik daar met mijn enterprise en dan heb je al cookies geplaatst. Dus wij hebben dat er zitten wel wat functionele sessiecookies in, waar je dan geen toestemming voor hoeft te geven. Maar dan heeft jouw instelling waar je dat account krijgt, als het bij een universiteit is, echt iets fout gedaan. Want onder die edu en die enterprise voorwaarden, die dus gelden bij zowel Google als Microsoft, zou dat niet mogen. Het gaat gewoon de algemene Microsoft inlogpagina. En Microsoft weet, als je die pagina krijgt, als je dat op een privé device probeert in te loggen op je werk of je schoolaccount, dan weten ze nog helemaal niet of je bij maar in Nederland dus wel. Ze kunnen die tenant ID, laten we zeggen Universiteit Eindhoven of zo. Dus op die algemene loginpagina mogen ze geen tracking cookies plaatsen, hebben we met ze afgesproken. Nee, het gaat meer om wat er staat in de voorwaarden. Dat kan wel zo zijn, maar het gebeurt niet. Wij hebben het gecontroleerd, het cookieverkeer. Nee, maar dus, het gaat niet om cookies. Het gaat om dat er staat dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Ja, maar door weet je dat? Sorry, dat snap ik. Dat is ook als je mobiele apps installeert van Microsoft uit de App Store en ook al gebruik je ze in een enterprise context, dan zie je in die App Store die algemene consumentenvoorwaarden opduiken. Dat is, leggen ze uit, omdat ze maar één soort app hebben. En de verwerking valt onder je enterprise of je edu-contract.
En het lukt ze niet. Ze willen niet twee soorten apps in de App Store zetten. Een enterprise app en een consumenten app. Prima, maar wij controleren dat er ook niks gebeurt dan. En je valt echt onder je enterprise of je edu-contract met die app. Zodra je inlogt met je tenant ID. Want die herkennen ze gewoon. Dat is een soort vlaggetje. Oh, dit is de Nederlandse overheid. Oh, dit is een Nederlandse universiteit. Daar mag ik niks mee. Juridisch loket, spreekuur. Durft inkoop van juridisch loket andere diensten te gaan kiezen als Microsoft Teams? Nou, we hebben net als heel Nederland, denk ik, in de pandemie gekeken wat het snelst uit te rollen was onder een bestaande overeenkomst. En dat was Teams en dat was al heel ingewikkeld. Dus ik ben er helemaal voor als FG van het loket om te kijken naar alternatieven. Maar wij stonden wel met ons rug tegen de muur, omdat onze belangrijkste voorziening zijn balies waar mensen gewoon fysiek naartoe komen. 30 loketten in het land waar ze advies kunnen krijgen en dat kon niet meer. De NLUGG heeft het opgelost met hun eigen Big Blue Button instance. Ja, ik gebruik Blue Button ook bij Freedom. Hartstikke leuk. Maar ja, ook het loket leidt onder gebrek aan goede developers en beheerders. Dus je moet het ook doen met de leverancier die je hebt op zo'n moment. Die de technische diensten levert. Hoe kan die neerwaartse spiraal doorbroken worden? Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik echt heel graag een oplossing voor willen. Maar dat is ook een politieke keuze, denk ik, om daar standpunt in te nemen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou dat ook liever met open source oplossen. Twee vragen. De eerste vraag is, hoe worden jullie gefinancierd? Ik neem eigenlijk aan dat de opdrachtgevers jullie overheid, dus die financiert jullie ook. Ja. Tweede vraag, de Patriot Act. Speelt die hierin nog een rol? Ja, je hebt een aantal wetten in Amerika die onderdeel uitmaken van een surveillance pakket, zeg maar, Visa, Patriot, Cloud Act, speelt allemaal een rol. Allemaal manieren waarop de Amerikaanse overheid bij Europese enterprise data kan. Die risico's moet je inschatten. Hoe realistisch is de kans dat, pak een beetje, de NSA geïnteresseerd is in mijn data die ik in een VM'tje op een Amerikaanse cloud provider host. Hè? Nou, als je een, laten we zeggen, 80 jaar oude notulen publiceert, dan zal die kans niet zo groot zijn. Ook niet als je een openbaar telefoonboek publiceert. Als je een lijst hebt van potentiële terrorismeverdachten, dan is de kans een stuk groter dat de NSA daarin is geïnteresseerd. Tussen die uitersten moet je laveren, moet je een risico-inschatting maken. Welke mitigerende maatregelen kan ik treffen? Kan ik pseudonymiseren? Kan ik encryptie toepassen met mijn eigen sleutel? Maar goed, al die providers bieden wel encryptietools aan. Maar dan zit de sleutel nog steeds onder hun beheer op de HSM. Dus als de NSA daar echt bij wil, dan zeggen ze tegen, pak hem met Amazon of Azure, ontsleutel maar even voor mij. Dus dat risico, maar dat brengt wel een hoop teweer. Want dan gaan ook alle juristen van die cloud provider heel boos worden. Van ja, maar dan schend ik al mijn beloftes naar mijn klanten. Dus dan krijg je wel wat weerwoord. En al die cloud providers beloven inmiddels ook in hun contracten, niet allemaal zo sterk als Microsoft, maar ze beloven wel, ik ga me tot het uiterste verzetten tegen dat soort vorderingen als het om Europese enterprise klanten gaat. En ze publiceren ook tegenwoordig echt allemaal, dat is echt pas sinds een half jaar dat bijvoorbeeld Zoom ook een transparency rapport publiceert, dat het aantal opvragingen van de reguliere politiediensten in de Verenigde Staten en Cloud Act 0 of 1 per jaar is voor enterprise, Europese enterprise klanten. Dat is dus heel klein. Maar ja, over die Visa court orders en de security orders, service orders, mogen ze niks zeggen. En dan staat er altijd zo'n getalletje tussen de 0 en de 249. Ja, dan weten we nog niet hoe groot de kans is dat wij daar nou tussen zitten. Ja, vraag je over. Het is allemaal heel goed dat Microsoft en Google dit soort dingen aanpassen. Maar houden jullie daar ook constant toezicht op? Ja. Is het een, dus dat wordt regelmatig gecontroleerd dat ze niet stiekem onder water toch. Nou ja, ik heb inmiddels maar dus wat, ja, nee, maar die technisch vraag is echt heel belangrijk en terecht. Het eerste wat wij zeiden tegen
SLM Rijk, dus die inkopers van Microsoft en Google en Amazon producten was. Het heeft geen zin om één keer een paraplu de PIA te doen en dan te zeggen alles is oké. We moeten wel echt een lange termijn samenwerking met elkaar aangaan. En het gaat je ook wat kosten natuurlijk. ik ben niet de eigenaar van Privacy Company hoor. Ik ben gewoon in loondienst. Dus mij maakt het niet uit. Als maar dus dat hebben we ook gedaan. We hebben een soort aanbestedingscontract dat we 4 jaar lang nu, en daar hebben we nog 1,5 jaar te gaan, al dit soort herhaalonderzoeken mogen doen. Dus we hebben Microsoft Office is ook natuurlijk een Zwitsers zakmes. Of tegenwoordig heet het Microsoft 365. Dus we zijn nu in plukjes van 5, 6 applicaties al die online applicaties aan het testen. En ook Azure zijn we apart onderzoek aan het doen. En dus we gaan nu Windows 11 as a processor, heel interessant, gaan we ook onder de loep nemen. Dus we doen de hele tijd herhaalonderzoekjes en daar had ik ook een aantal slides over. Elke keer als wij weer prikken, dan zien we toch een paar dingetjes die net niet helemaal goed zijn. En dan denk ik, dat is ook een beetje oneerlijk eigenlijk. Hè? Microsoft heeft 300.000 man in dienst. Floor en ik werken ons helemaal schil om dat bij te houden. Waarom doen jullie zelf niet even 5 man op datzelfde werk wat wij doen? Kijk zelf eens onder die motorkap wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent. Maar dan wachten ze gewoon braaf tot wij weer komen. En dan zeggen we, nee, is weer niet goed. En dan moeten we weer verbeterd traject en beloftes. Nee, nee, we zien nieuwe fouten. Dus ja, maar het is ook nogal complex, hè, als je op al die platforms en met zoveel developers. Microsoft is natuurlijk kolossaal en Google ook. Die weten van elkaar ook soms niet wat ze aan het bouwen en doen zijn. En bijvoorbeeld hè, Office en Windows, dat wist ik niet totdat ik daar in Seattle zat en zag dat ze ook echt fysiek enorm afstand van elkaar hielden. Want die... Ja, die Windows-mensen, dat zijn een steeds losers in de ogen van Office. Die brengen helemaal niks op, weet je wel. Office is de toekomst. En als wij ons als Office zouden afsplitsen, zouden we minstens zoveel beurswaarde hebben als de Windows. Die nu in Microsoft... Dus dat is echt, dat praat niet met elkaar. Ja. Ja, wat... De rode draad die ik hoor in je verhaal is dat het gaat om een paar grote Amerikaanse cloud providers. Ja. En ja, fundamenteel, ze willen dit helemaal niet. Ze zijn zeg maar van zichzelf op geen enkele manier genegen om zeg maar rekening te houden met de privacy van hun klanten. It's the metadata. Dat is heel interessant. Yeah. En... indrukwekkend hoeveel zeg maar, eigenlijk een paar mensen voor elkaar krijgen om daar verbetering in aan te brengen. Maar mijn gevoel is, blijft het niet vechten tegen de bierkaai, dweilen met de kraan open? Nou, kijk, ik ben eigenlijk wel optimistisch. Je hebt mijn boodschappenlijstje gezien, hè? Dus op een gegeven moment zijn we door de cloud providers heen, hè? Dan hebben we ze gewoon allemaal gehad, alle Amerikaanse clubs. En wij krijgen gewoon opdrachten om ze allemaal te onderzoeken. Toen wij bezig waren met SAP, meldde IBM zich bij ons. Ja, zeg, wij willen ook zo'n DPIA. Want straks zijn alleen maar die andere clubs in het nieuws en wij niet. Wij willen laten zien dat wij het ook heel goed doen. Dus op zich, hè, best wel interessant. En straks hebben we, wij noemen dat wel eens de bullshit bingo. Van hebben we ze nou allemaal gehad in dat kwadrant? En het is ook niet zo dat ze helemaal niks willen. Ze snappen het gewoon niet. Dat is echt waar. Er zijn die Amerikanen, en zeker toen wij begonnen in 2018 met Microsoft, ze snapten echt niet waar we nou zo moeilijk over deden. Persoonsgegevens, ja, maar het zijn toch allemaal machinedata en systeemdata en we doen daar toch niks engs mee? Nou, dat valt nog te bezien. Want ook Microsoft heeft natuurlijk een commerciële advertentietak die ook af en toe aan de deur klopt en leuke nieuwe dingen met de data wil doen. En dus ik klassificeer dat altijd als meestribbelen. Dus zijn altijd heel hoffelijk, die Amerikanen. Die zijn vreselijk aardig. Wat goed dat je ons dit uitlegt. Nou, we willen echt helemaal AVG-compliant zijn. Dat is heel belangrijk. Privacy is echt heel belangrijk voor ons. Allemaal, hè? Er is er niet één die heeft gezegd, privacy interesseert me niet. En dan zeggen we, nou, dat is leuk, is mooi. En nou, zullen we dan nu concreet... X doen en dan, nee, dat ook weer niet, weet je. Dus het is een soort tango met een partner die niet echt mee wil, maar we sleuren ze toch gewoon er doorheen.
En naarmate er meer van dit soort rapporten bij schrijven... We hebben twee voorwaarden aan het ministerie en aan het SURF gesteld. Prima, wij willen heel graag onderzoek doen, maar Floor komt ook van de AP vandaan. Wij zijn voor openbaarheid, hè? Dat zal jullie aanspreken. We zeggen, we doen het alleen als we het rapport mogen publiceren. We gaan niet geheime rapporten schrijven en onder tafel stoppen... en dan een soort gerucht in de markt laten bestaan. Er is een DPIR gedaan, het is allemaal wel in orde... Niemand kan het nalezen, dat doen we niet. En we willen het in het Engels schrijven, zodat ze in Silicon Valley... en met name die drie journalisten van Politico, dat die het kunnen lezen. En dat er dan in de maandagochtendmail op dat C-level... Hè, de, al die geheimzinnige mensen die chief something zijn... dat die in hun maandagochtendmail bij Politico lezen... holy fuck... Dit mijn product mag niet meer in de EU. Wacht eens even, ik ga nu de chief engineering eens even bellen. Dat is de bedoeling. En nou, zolang wij dat mogen blijven doen... Hè, dus dat is ook een kwestie dat het Rijk ons dat gunt. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik weet niet, toen ik gebeld werd door het ministerie van Justitie... was mijn eerste gedachte, oh nee, dat niet. Weet je wel, dat is echt geen fijne opdrachtgever. Als er iets niet openbaar, transparant en gezellig is, is het justitie. Maar dit eilandje, SLM, Microsoft, Rijk, is een soort... ja, Asterix en Obelix dorpje binnen justitie. En die zeggen alleen maar, nou, doe maar, geweldig, ga maar door. Dus dat is een prachtige kans voor het Rijk... om op die manier eigenlijk heel veel te bereiken. Oké, we doen nog één vraag. Ja. Wie heeft er nog een vraag? Ja, ja. Nou, je hoort wel eens dat er boetes uitgereikt worden door een toezichthouder. 50 miljoen, 100 miljoen. En ik denk van, wie verzint dat? En... wat is het gevolg als zo'n hyperscaler daar dan niet aan voldoet? Of, en waar, wat voor dwangmiddel zit er achter dat die boete betaald wordt? Nou, het enige wat zo'n hyperscaler kan doen als ze zo'n boete... over het algemeen betalen ze die boete per keer in de post. Want daar hebben ze alleen maar last van in de aandeelhoudersrapporten... dat ze moeten vertellen dat ze een boete hebben gehad. En schrijven ze meteen af. Ze kunnen procederen. Dat doet Google ook natuurlijk. Als ze een mededingingszaakje aan de broek krijgen van de Europese Commissie... hebben ze net gisteren, heeft de Europese Hof gezegd... na 4 jaar, de Europese Commissie had toch gelijk... dat mocht je toch niet je eigen shopping voortrekken... op al die MKB-bedrijfjes in je advertentiebeleid. Dus wat ze doen is eindeloos procederen. Ze hebben natuurlijk ongelooflijk diepe zakken... om te blijven procederen tegen die boetes. Maar bijvoorbeeld die knielboete van die Franse toezichthouder... die ik liet zien op Google, 50 miljoen hebben ze gewoon stilletje betaald. Geen ophef. Weet je, hoe minder daarover gezegd wordt, hoe beter. Dus 50 miljoen is niet een effectieve deterrent als het om Google gaat. Dan kun je daar wel uit opmaken. Dan moet je toch richting de 2 of 3 miljard... wil het wel systematisch iets gaan teweeg gaan brengen. Ja, het is toch mooi dat we met een groot bedrag kunnen eindigen. Normaal hebben wij tijdens onze conferenties altijd sprekers uit Amerika en Brazilië en Zuid-Afrika. Ja. Maar nu hebben we speciaal voor deze conferentie gekozen voor mensen die dichtbij wonen. Want als er dan iets met QR-codes of lockdowns moet, dan kunnen ze misschien toch komen. Dus ik overhandig je het kleine bedrag. Leuk. Het gaat dan in de vorm van een bon. Ik zou zeker even de voorwaarden checken voordat je die verzilvert. En Stroop Waffles, want die delen we altijd aan onze buitenlandse. Dank je. Alsjeblieft. En dan is er nu koffie. En kijk daarna even goed in welke zaal je zit. En vergeet niet je telefoon weer aan te zetten en na de pauze weer uit. Dus geniet ervan. Applaus.